Dag Chris, logistiek vastgoed is een van de sectoren die het de afgelopen jaren bijzonder goed heeft gedaan op de beurs. En onlangs is bijvoorbeeld VGP nog uitgeroepen tot het Belgische bedrijf op de beurs dat in de afgelopen 10 jaar de hoogste waarde heeft gecreëerd. Toch gaat het wat minder met die sector sinds begin dit jaar. Ik stel voor dat we ze eens in detail bekijken. Chris Kippers, Co-Head Equity Research. Als we spreken over die sector van logistiek vastgoed, welke soort activiteiten vallen daar eigenlijk allemaal onder? Natuurlijk, zulke groepen maken soms complexe zaken voor hun klanten, maar als we het eigenlijk grosso modo gaan bekijken, moet je rekening houden dat ongeveer 25% tot 33% vandaag gelinkt is aan de e-commerce, ongeveer 33% gerelateerd aan opslag voor klanten en nog 33% is eigenlijk de fijnmazige industriële logistiek die eigenlijk ook hun klanten gaan gebruiken om eigenlijk de warehouses te gaan vullen. Dat zijn grosso modo de 3 blokken waarin zulke spelers actief zijn. Die bedrijven in logistiek vastgoed hebben het bijzonder goed gedaan de voorbije tijd. Wat zeggen de cijfers eigenlijk? Als we kijken naar de logistieke spelers, is het duidelijk dat 2021 een enorm sterke performance was van hen. Ze werden natuurlijk gedreven door de zeer sterke vraag bijvoorbeeld naar e-commerce, die in de lockdowns enorm goed deden. Kijken we naar een VGP, is meer dan verdubbeld in 2021. Ook zelfs een gemixte speler Intervest, die zowel kantoren maar ook logistiek heeft, plus 35% ongeveer, toch wel zeer sterk. Als we dan kijken naar de brede EPRA vastgoedindex in het algemeen heeft slechts plus 4% gedaan, dus enorme outperformance. Als we kijken naar de bredere markt, heeft die meer dan 20% gedaan. Dus dan zien we toch wel dat de logistiek zeer sterk geperformed heeft. Ook natuurlijk dankzij de ontwikkelingsmarges die ze konden realiseren in deze periode. Maar sinds begin dit jaar, mogen we zeggen, zitten die aandelen wel in de hoek waar de klappen vallen. Als we inderdaad kijken wat ze sindsdien gedaan hebben, is het duidelijk dat er de meeste spelers tussen de 20% en 30% zijn verloren. Als we natuurlijk kijken wat de oorzaken hiervan zijn, zie je natuurlijk eerst de geopolitieke spanningen die er zijn. De oplopende interestvoeten, dat speelt altijd parten bij vastgoedspelers natuurlijk. En anderzijds, moet het toch wel eerlijk zijn, ook die stijgende grondstofkosten voor hen in herontwikkeling gaat natuurlijk ook wel op de marge wegen. Dus als je dat combineert met het feit dat de waarderingen opgelopen waren tot, laten we zeggen, 30 keer koerswinst. En zelfs ondanks het feit dat, laten we eerlijk zijn, logistiek blijft een cyclische sector, gewaardeerd werd bijna in lijn met de healthcare sector, wat toch een zeer solide sector is. Dan werd het toch wel enorm duur gewaardeerd natuurlijk en vandaar ook die correctie. En ook de motor van de e-commerce sputtert een beetje, hè? Als we kijken naar e-commerce natuurlijk, werden we onlangs gewaarschuwd door de CFO van Amazon, die eigenlijk zei van we hebben eigenlijk overcapaciteit. Dat is de eerste keer in een aantal jaren dat zo'n bedrijf zoiets moet zeggen. Dat heeft natuurlijk sommige alarmbellen doen afgaan. En we zagen ook inderdaad de effecten van deze announcement, gecombineerd met, zoals ik net zei, die stijgende grondstofkosten. Misschien ook wat minder vraag na die hele e-commerce boom, omdat iedereen natuurlijk weer op de normale manier naar de winkel gaat, zorgt natuurlijk dat beleggers toch wel het zeker voor het onzeker hebben genomen en terug die sector een beetje naar de realiteit hebben geduwd. Ja, wat betekent dat nu voor die sector? Is er nog een opwaarts potentieel? Als we kijken naar de spelers die wij prefereren, dan kiezen wij altijd voor spelers met een zeer gezonde balans, wat eigenlijk over het algemeen die sector wel het geval is. Bedrijven die een heel mooie outlook hebben, mooie ontwikkelingsmarges. En als we dan specifiek gaan kijken naar de namen die wij vandaag prefereren, nemen wij de iets minder bekende namen in rekening. We blijven nog altijd fan van VGP, met zijn enorme landbank die ze kunnen herontwikkelen de komende jaren. Een lokale speler Montea, die het heel sterk nog zal doen. Kijken we over de grenzen heen, vinden we Argan Frankrijk een zeer mooie naam, die nog minder bekend is bij de Belgen. En ook lokaal, zoals daar straks reeds gemeld, een Intervest, die wel een gemixte portefeuille heeft, maar waar de waardering nog totaal niet zo duur is als bij sommige andere spelers. Heel interessant. Chris Kippers, dankjewel. Graag gedaan.